Dook is dus een pad geweest voor nekkussentjes, maar het kan ook een echt kussentje zijn. Ja, ja. Heel veel snij. Snij. Nou, maar we gaan zo meteen maar vegan eten en gezonde shakejes. Ja, zeggen we nu nog. Ja. Wauw. Ja. Tijd gaat niet voorbij. En denk ik de 6 afleveringen niet meer aangekomen. Ja. En we zijn al 7-4 keer volgeschoten. Ja, 4 keer volgeschoten. Ja. 4 keer naar het toilet, maar we zijn niet opgeschoten. Nee, we zijn volgeschoten. Maar... Ik heb toch stil in de lucht. Ja, we houden stil in de lucht. Om te zeggen dat niks gebeurt. Oh, wat een ellende. We gaan nu naar het Hollywood Museum en daar hebben ze allemaal kostuums en sets uit de originele films. Wat zijn ze, Jel? Dat zijn ze. De echte. Ik heb ook aangehad, maar dan gaan ze uit China. Oh, hi. Hoi. Wat is er gebeurd? Ik kan het niet aan, want ze hebben mij ooit beloofd dat Marilyn Monroe maat 44 had, maar dat is echt niet zo. Ik kan maatje 44. Absoluut niet. Die ook absoluut niet. Maar het allershockingste vind is dat Nicole Kidman eigenlijk een kind is. Nee, is dit Nicole Kidman? Dit is net zo groot als mijn hand. Nee, dat is inderdaad... Ja, dat kan niet. Je ziet het niet heel goed, maar dat is echt een hand. Nee, dit vind ik shocking. Ik raak hier helemaal van aan hoor. Ja, ook als een shock. Oh, dat is Nicole Kidman, is gewoon een kind. Kijk. Moet je kijken, hoe dun. Dit is het badpakje van Pamela Anderson. Je moet anorexia denk ik nemen als je het in Hollywood wil maken. Ja, nou, dat is... Alle mannen zijn gewoon prima dik. Wat dacht je van Barbra Streisand? Oh ja. Dat zou ik ook niet zeggen. Zelfs Liza is dun. Ja. Dat had ik helemaal niet verwacht. Henry. Judy! Ik moet zeggen, wij hebben ons gigantisch ingehouden. We hebben 2 handjes gekocht. Echt klappen nog even. Maak eens een grap. Ik was gaat bij de bakker en die zei van gaat weg. Sweet potato fries? Yes. Yeah. Ja, je moet ook met dat handje eten, vind ik dan. Laten we kijken. We hadden eigenlijk nu zeker 3 miljoen rijker kunnen zijn, denk ik. Ja. Denk ik echt. Als we Amerikaans waren geweest en we hadden nu naar het ding gelopen, dan hadden we gewoon kunnen suwen. Ja. Ja. Ze waren ook heel bang, hè? Ja, ze waren heel bang. Dat snap ik. Want jouw kader ijs ontploft. Goedemorgen. Goedemorgen, Doos. Hoe voelen we ons? Goed. Ja? Prima. En fysiek? Slecht. Jouw kader bestelde... geborcheerde eieren. Mm-hmm. De eerste ei ging open. Bij de IHOP. Ja. Maar goed, laten we daar niet over hebben. De eerste ei ging open, wat gebeurde er toen? Toen zat er een bruin vlekje in. Maar nooit iets bruins in een ei. Dat is niet oké. Niet oké. Toen zei het ook nog, nee, dat andere ei dan. Ja. En dat prikte ik in en toen ontplofte die in mijn gezicht. Ja, maar echt zo pok. Zo pak. Met bruine smurrie. Ja, echt heel vies. Maar... Het smerigste, ik eet nu echt een jaar geen eieren meer, denk ik. Want ik heb niet eens gegeten. Nee, gelijk. Maar ik was gewoon gelijk klaar. Maar wel gratis. Terwijl was alles zo slecht. Meal. En die vrouw was dus helemaal bang dat we dus zouden zoeken. Dus ze ging 26 uur vragen. Dat zat ook in mijn oog. Als minder. Ja.
plan voor vandaag is eerst... Lekker zitten. Oh ja, eerst de IHOP, een rotte eieren in je gezicht krijgen. Nou, check. Ja. Dan nu gaan we Celebs kijken. Celebs. In die grote huizen van de miljoenen. Ja. Dan gaan we sushi eten met bekende mensen. Sushi eten. Ik heb een secret in te houden. Ja. Okay. En karaoke, daarna karaoke. Ja, leuk. We zijn op Abbot Kinney en dan kan jij, heb je hele leuke kleren. Kijk even hoe lief. Oh, ik wou dat ik je dochter was. Ik heb nog een hoedje gekocht. En er heeft nog een leuk truitje gekocht. Drie kwart maatjes. Oh, maar pak, steek hem lekker in je mond. Steek hem lekker in je mond. We gaan nu naar een plek, daar zijn je de beste sushi te hebben. Ja, en het zijn het secret spot van de LA Center voor de celebrity spotting. Hè? Celebrity spotting. Als je het ziet, dan denk je echt... Echt normal. Doei. Ik moet niet ophangen. We hadden een beetje een foutje gemaakt. Want ik eet geen rauwe vis of vlees. Jelke eet sowieso niks wat uit de zee. Ik eet alles. Henry eet alles. Jelke heeft de visfobie. Maar ik dacht, er kwam nog wel edamameetjes. California sushi, maar het was allemaal heel high exclusive. Bestel minimaal 5 orders. Het zieligste nu voor Henry, omdat Henry dus nu eigenlijk als enige de allerlekkerste sushi van de wereld niet heeft kunnen eten. Ja, we hebben gewoon een kopje thee gedronken en toen zijn we weer gegaan. Henry heeft het ook nog een keer op moeten lossen. Ja, ja, ik heb het weer allemaal op moeten lossen. Ik heb honger. Maar ja, laat wel even je bril zien dan. Maar ik heb wel een nieuwe bril. Ja, laat het. Ach. Kijk, hij is flexibel. Ja. Hallo. En nu gaan we gewoon even naar... We gaan maar gewoon kijken maar wat de avond ons nu weer brengt. McDonald's maar weer. We eten gewoon sushi met zalm, niet met rauwe vis. Ja, jouw shrimp, hè? Je wilde eerst gaan karaoke. Ja. Maar dat ging niet door, want er is helemaal geen karaoke op maandag. Maar er was wel een drag queen show met drag queens van RuPaul's Drag Race. Nou, hallo. Nou ja, ik heb het nooit gezien. Hebben we Raven gezien, Jujubee, Morgan McMichaels. En wij hebben geen idee. Ja. Maar ik was very excited. Ja. Mijn dag er niet meer stuk. Oh, en we hebben Nicki Tutorials ontmoet. Oh ja, hebben we geen foto mee, maar goed. Nee, dat is jammer. Maar zat geen make-up op? Nee, zat niet zoveel make-up op? Nee, een beetje. Heel klein beetje. Een beetje, natural basis. Ja, maar niet geen mascara had ze niet op. Nee. En ze is heel lang. Ze is echt nog langer dan Henry. Ze is heel lief. Ja, heel lief. Ja. Ik was heel lief, ja. Nu gaan we even de jetlag killen. Oh man, die jetlag, jongen. Ik voel alsof ik een continue koninginnendag kater heb. Snap je wat ik bedoel? Cheers. De jetlag gaat fout. Is this velour? Is that what this is? Yeah. Doop van Dijk, goedemiddag. Doak raakt zo van slag dat hij op het moment suprem helemaal de mist ingaat.